De 4 mei herdenking van dit jaar ziet er heel anders uit dan de 4 mei herdenkingen die we ons kunnen herinneren. Door de coronacrisis kunnen we hier op het Van Dronkelaarplein niet met elkaar de herdenking vormgeven zoals we dat gewend zijn. A-Visie verzorgt dit jaar een programma speciaal gewijd aan de 4 mei herdenking her en der in de stad. Ja, het is dit jaar in 2020, waar we 75 jaar bevrijding vieren, is het wel heel anders dan we ons voorgesteld hadden. We hadden voorgesteld om een prachtig feestprogramma hier neer te zetten. Een herdenkingsprogramma. Een leuke, een goede herinnering aan 75 jaar bevrijding. En nou staan we hier met lege handen. Alle evenementen zijn afgelast. De bedoeling is dat wij eigenlijk volgens de landelijke richtlijnen van het comité 4 en 5 mei... een videoopname gaan maken van de toespraak van de burgemeester, van de winnaar van de gedichtenwedstrijd, van er wordt een krans gelegd door de burgemeester. En dat wordt ook gefilmd en dat wordt 's avonds uitgezonden door A-Visie onder andere. Ja, elk jaar schrijven wij de scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs aan voor een gedichtenwedstrijd of een rapwedstrijd. En dan maakt de school zelf een selectie van de 3 beste gedichten. Die sturen ze op naar ons als comité 4 mei herdenking. Vervolgens dan hebben wij een jury die zich bezighoudt met het beoordelen van de gedichten. En dat is dit jaar dan waren er 8 gedichten. 3 scholen moesten afhaken vanwege sluiting rondom het coronavirus. Maar er waren 8 gedichten ingezonden van 3 scholen. En Lianne is de winnaar geworden van die gedichtenwedstrijd. Ik had het helemaal niet verwacht. Het was eigenlijk, ik had het al een soort van vergeten of zo, omdat het, ja, de samenkomst en zo kan eigenlijk niet dit jaar. Dus het was echt een verrassing. Ik ben Lianne Hoogboom, ik ben 15 jaar en ik zit op het Noordik in Almelo. Ik heb dus meegedaan aan een gedichtenwedstrijd van alle scholen hier in Almelo en ik heb gewonnen. Ik heb winnende gedicht geschreven. Het gaat eigenlijk over dat we verhalen van vroeger niet mogen vergeten, over de oorlog. Dat we het levend moeten houden. En dat het eigenlijk altijd zo moet blijven, vooral met deze 75 jaar vrijheid. Ik denk niet dat ik ooit zou kunnen begrijpen hoe dat zou moeten zijn geweest. Maar ik denk wel dat als ik me probeer in te leven en dat ik lees over hoe die tijd vroeger was, kan ik me wel begrijpen hoe zwaar het moet zijn geweest. Nadenkend over het verleden zit ik vast in het verhaal. Ik denk als wij zeggen wat zouden we nog kunnen doen in 2020 rondom de dodenherdenking en ook het bevrijdingsfeest. Dan zou ik zeggen allemaal de vlag uit, halstok. Mag de hele dag dit jaar, niet vanaf 6 uur wat normaal is, maar de hele dag. En op 5 mei natuurlijk allemaal volledig vlaggen. Dan niet halstok, maar volledig vlaggen. Laat zien dat we blij zijn dat we vrij zijn 75 jaar.